zullen even een rondje maken om de machine. We zullen even een aantal dingetjes toelichten. Dit is de Unimog, U600. Gevonden in Frankrijk uiteindelijk. In onze beleving het beste model voor deze opbouw. Wegens de korte wielbasis en toch zware assen om best wel zware spuit te kunnen dragen. Ook een model dat qua spoorbreedte goed past bij onze spoor 180. Wielen niet standaard te koop, maar moeten laten maken. 24 inch wielen, ietsje hoger dan het standaard wiel. Daardoor wat extra draagvermogen en wat extra bodemvrijheid. Bodemvrijheid is op zich geen punt voor onze teelte, maar is desondanks fijn ruim. Hier de spuit. De spuit kwam van een zwaar model, een groter model Unimog. Dat betekent dat we 40 centimeter uit het frame hebben moeten halen om hem passend te krijgen. Die ruimte is vooral hier gewonnen. Dat resulteert in een wat rommelige, misschien wel rommelige of in ieder geval compacte manier van het kwijtraken van alle componenten. Desondanks zit het er erg netjes op. We moeten ook bedenken dat dezezelfde spuit ook leverbaar is voor een JCB of een B-trak. Daar is het allemaal nog compacter gebouwd. Dus op zich was er de ruimte. Wat leuke details, zoals een schoonmatig tank met een zeepdispensertje erop. Niet super belangrijk, maar het geeft wel aan met wat voor detail Damman eigenlijk zijn spuit bouwt. Nou, hier achterop eigenlijk het belangrijkste stukje van de spuit, de ventilator. En de voor Damman kenmerkende luchtzak is het eigenlijk niet. Hè. De meeste fabrikanten met luchtondersteuning werken met een luchtzak. Hier gaat de luchtstroom eigenlijk door de spuitboom zelf, die dichtgebouwd is met aluminium panelen. Een mooie solide constructie en ook duurzaam en degelijk. Hier vinden we eigenlijk de aandrijving. De machine wordt aangedreven op de achterkas met een pomp voor de tandempomp en een extra hydropomp. Wat groter voor de ventilator. Traploze toeren te regelen. Dus elke hoeveelheid wind die je nodig vindt, die kan je wel maken. Het is ook uitgerust met ledverlichting. Dus ook spuiten bij minder licht of in donker is mogelijk. En dan de vraag zou stellen, waarom dan specifiek met zo'n Unimog te rijden? De belangrijkste reden daarvoor voor ons is dat we, behalve hier in Noordwijk-Rood, ook telen in de Kop van Noord-Holland. We hebben altijd de wens om daar zelf het spuitwerk te doen. En eigenlijk de enige manier om met een zelfrijdend voertuig daar te komen, dat is eigenlijk met een Unimog, omdat je daarmee de Rijksweg op kan. En dat blijkt ook te werken. Het is alleen een beetje een vreemd gezicht, zo af en toe op de snelweg. Mijn idee is om nu even naar het veld toe te rijden. Een kleine impressie van de werking te hebben.